leraren van het CDA. De zesde klas is niet meer te spreken over jullie kwaliteiten in het onderwijs. Voor de nieuwe tweede fase wordt de lat hoger gelegd. Jullie zullen je moeten bewijzen in challenges. Sommigen van jullie zullen wellicht niet heel hard terugkeren. Maar maak je geen zorgen. Deze zwakkelingen zouden het ook in de klas niet hebben overleefd. Een door de zesde klas gekozen jury zal op jullie voortgang toezien. Deze leraren zijn in hun eerste jaar al tot perfectie gevormd door de zesde klas en kunnen zo al door naar de tweede fase. De jury bestaat uit Sietske Boeschoten. Haar hobby's zijn bloembollen kweken op zondag en ze draagt nooit blauw ondergoed. Dit is Margriet van Leeuwen, je weet wel, van Frans. Haar hobby's zijn duivenmelk en ze koopt haar schoenen bij de Hans Anders. Jongens, veel succes. Ugh.